Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren. Geen video waarbij je laser aan het werk gaat zien, ook niet de ontwerpsoftware. Ik heb vaker video's gemaakt over thema's zoals ik ze nu ga doen. Met name tegels, zwart geschilderd en daarop een foto gelaserd. Aanvullend daarop met hout. Standaardjes geprint en die standaardjes die kun je in feite overal downloaden. Voorbeeld van amede.com. En je kan dan eventuele afbeelding die erachterop staat, kan je weghalen. Want uiteindelijk moet het tegeltje daarop komen te staan. En dus zie je wat erachter zit, zie je niet. Ik ga wel in de video bovenin linken. In elk geval naar de video over het laseren van de tegel zwart geschilderd. Achtergrond van dit hele verhaal is dat ik over een week of twee toch nog weer een keer te gast ben in België, in Capellen. En ik kwam daar en ik weet, ze zijn copyrighted, maar ze zijn in principe ook voor eigen gebruik. Ik kwam tegen een hele lading oude ansichtkaarten, want ergens rond het jaar 1900, van die plaats. En heel bijzonder eigenlijk. En omdat we daar toch naartoe gaan, ik heb een tiental van die ansichtkaarten bewerkt en die vervolgens op tegels gelaserd. Nogmaals, er zit copyright op. Ze zijn dus in principe voor eigen gebruik. Al weet je het bij mij natuurlijk nooit. Ik wilde u toch laten zien hoe dat eruit zag. Samen met hun houdertjes. Het wordt dus ook een relatief korte video vandaag. Ik heb wat logeetjes gehad. En daardoor ook niet heel veel tijd. Ik hoop toch dat je dit leuk vindt. Veel plezier alvast. Hier zie je een tweetal van die tegels. Ik ga er slechts twee close-up laten zien. Je ziet de zwarte rand boven en onder. Dat heeft te maken met het feit dat de tegel vierkant is. En de ansichtkaart natuurlijk rechthoekig en niet vierkant. Vandaar dat ik het op deze manier gedaan heb. En daar heb ik dan vervolgens ook nog houdertjes bij gelezen van hout. Zodat die tegels geplaatst kunnen worden. Dat ziet er dan als volgt uit. Hier komt straks die tegel bovenop te liggen en dit is het gedeelte wat zorgt dat hij niet gaat omvallen. Laat ik hem maar even in elkaar zetten, zodat je hem kunt zien. Dit stelt natuurlijk niks voor. Het lasert ook heel erg snel, zeker met zo'n 10 watt laser. Eén keer eroverheen en je bent er ook doorheen. Ik ga het even laten zien hoe dat eruit ziet als hij in elkaar zit. En zo ziet dat er dan in elkaar gezet uit. Langs ook aan de achterzijde, zodat hij ook wat gewicht kan hebben. En als we nu zo'n tegel pakken, laten we dat maar even doen, en ik plaats die daarop, dan blijft die dus ook keurig staan. Eigenlijk dus een heel makkelijk project om te doen. Het is vooral om mensen te laten zien wat er allemaal met een laser mogelijk is. En als er dan ook nog iets is wat zeg maar vanuit het dorp komt waar ze wonen, dan is dat natuurlijk ontzettend leuk om op die manier te tonen aan deze mensen. Ik zal even een sfeeroverzichtje maken van al deze ansichtkaarten. En hier staan ze dan. Allemaal op een rijtje. En ik denk dat dat met name straks tijdens dat evenement een ontzettende leuke tentoonstelling is van wat je allemaal met een laser kan doen. Alles wat je met een laser doet heeft te maken met je fantasie. Wat je ermee kunt. En ook mijn fantasie is niet onuitputtelijk. Maar geen zorgen. Maar ik heb wel soms ideeën die ik zelf gewoon erg leuk vind om uit te voeren. En dit is er eentje van. Vrienden in Capellen, 4 juni zijn we bij jullie. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Nogmaals, het is geen video waarin u Lightburn aan het werk ziet. Of de laser. Maar in dit geval niet nodig, want ik heb al meerdere keren deze technieken laten zien van hout snijden en van het maken van tegels zwart geschilderd. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.